Goedenavond iedereen. We gaan nog 1 à 2 minuutjes wachten en dan gaan we er eindelijk aan beginnen. Nog een klein beetje geduld, tot zo dadelijk. Yes! Welkom iedereen. Super om te zien dat jullie... Wacht, ik ga een keer kijken hè, met hoeveel dat we zijn. Met 30 man aanwezig zijn. Echt chapeau dat jullie er op dit moment voor kiezen om eigenlijk niet voor de tv te gaan hangen, maar om een keer te luisteren naar ons concept, naar onze Halloween Challenge en er samen voor ons voor te gaan. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En jij, Sophie? Tuurlijk! We gaan ervoor, hè? Dat zou wel zijn. Nu, ja, voor de mensen die hier al, die ons al kennen, die weten al wie dat wij zijn. Maar voor de mensen die nog niet weten wie dat wij zijn, gaan we ons kort even voorstellen. Sophie, wil jij even je verhaal delen? Ja, goedenavond iedereen. Ik ben Sophie. Ik ben de vrouw van Dominique. De meesten kennen Dominique al. Ik ben 34 jaar. Ik ben eigenlijk in 2019 begonnen met de producten. Omdat ik eigenlijk een hele ongezonde levensstijl had. Ik was altijd moe, veel hoofdpijn. Dus ik ben in 2019 begonnen, zoals je ziet op de voorfoto. En na 6 weken had ik eigenlijk al mijn doel bereikt. Ik was daar 7 kilo kwijt, maar vooral veel centimeters. En nu, na 2 jaar, heb ik eigenlijk nog altijd dezelfde resultaten. Ik neem nog altijd de producten, niet het volledig pakket, maar ik blijf toch de meeste producten gebruiken, omdat ik
meer energie heb. Ik heb ook veel minder hoofdpijn. Dus dat zijn eigenlijk wel belangrijke dingen dat ik vind van, oké, die producten blijf ik nemen. Lisbeth? Yes, ik heb me weer onmute. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Lisbeth en ik ben nu ongeveer een jaar geleden gestart met de producten. Ik volgde het profiel wel al van Isabel Jo, maar ik had me er eigenlijk nooit echt veel vragen bij gesteld. Tot op het punt, 2020 was eigenlijk een zwaar jaar voor mij. Allee, het eerste deel dan toch. Door een paar privéproblemen, mijn energie kwijt, mijn drive kwijt. Ja, mezelf kwijt eigenlijk. Dus na de zomer had ik zoiets van, ik moet mezelf herpakken. Echt waar, het is gedaan. Ik moet hier iets gaan zoeken. Ik wil een doel, ik wil een drive. En op dat moment ben ik eigenlijk Isabel Jum gaan aanspreken. Nog niet wetende wie dat er achter Isabel Jum zat. Hè, maar dat waren dus Dominique en Sophie. En ik had zoiets van, vertel mij gewoon, geef mij gewoon alle info. Het voedingssysteem, want ja, de coronakilo's gingen er wat aan, zoals dat je kunt zien op de linkerkant van mijn fotocollage. En business-wise, ja, kom, ik dacht, vertel het mij maar, hè, we gaan ervoor. Dan ben ik gestart met de producten en ongeveer 2 of 3 weken later had ik eigenlijk al super resultaten. Die kilo's, die centimeters, die vlogen eraf, zoals dat je kunt zien op de foto. Dat was eigenlijk ook heel makkelijk om alles vol te houden, want ik kreeg een goede begeleiding van Dominique en Sophie. Ik werd gemotiveerd ineens door mensen dat ik nog niet kende daarvoor in de groep. Ik had ineens ook veel meer energie. Want ik ben ook nog naast dit leerkracht en de leerlingen die vragen wel een keer een beetje energie van mij. En tot dan had ik eigenlijk ook altijd een dutje nodig na mijn werkdag, gelijk hoeveel uur dat was. En nu heb ik dat eigenlijk gewoon niet meer nodig. Wat er ook voor zorgt, aangezien dat ik niet meer slaap na mijn werk, ga ik op tijd in mijn bed, sta ik op tijd op. Die routine is er. Dus ja, je hebt gewoon veel meer energie. En door die resultaten dat ik behaald heb, want de linkerfoto dat was dus van eind oktober, begin november. De rechterfoto is rond april, denk ik. Dus ja, het is echt fantastisch wat dat met mijn lichaam heeft gedaan. Dus ik had ook al snel zoiets van, we gaan gewoon tanden in elkaar slaan en we gaan een challenge ineens steken. Dat was dan de eerste challenge in de New Year's Challenge. Ik dacht van, kom, ik ga hier gewoon de gerechten delen dat ik zelf eet. We gaan dat samen bundelen. We gaan daar leuke dingen mee gaan doen. Dat was echt een mooi succes. Er waren mooie resultaten uit. En nu kijk, ja, 1 jaar later zit ik hier. Een Halloween Challenge in elkaar gestoken. Een maand voordat ik eigenlijk 1 jaar zou bezig zijn. Dus echt super. En ik hoop, ja, dat ik jullie allemaal kan triggeren om mee te doen met een challenge. Voordat ik de uitleg doe van een challenge, wil ik even een paar resultaten met jullie delen. En er zijn hier 2 mensen die een verhaal ook gaan delen. Rebecca, wilde jij je verhaal even delen, alsjeblieft? Ja, horen jullie mee? Ja. Oké. Hallo, ik ben Rebecca. Ik ben 33 jaar. Ik ben ongeveer zelf iets meer of een jaar bezig met het voedingssysteem. Ervoor heb ik verschillende dingen geprobeerd, maar steeds met weinig resultaten, met een yo-yo-effect. Ik heb ook een zeer druk leven. Ik werk in de zorgsector. Dus voor mij is het echt wel moeilijk om alles af te wegen en alles vol te houden op die manier. Toen kwam Isagenics op mijn pad, waarvoor een heel grote dank. Eigenlijk verliep het allemaal heel vlotjes, dat het eigenlijk zelf geen opgave meer was. Ik ben dan ondertussen ook 10 kilogram afgevallen. En eigenlijk bleef het wel gemakkelijk voor mij om het vol te houden. En om het te blijven volgen eigenlijk. Want het is echt wel iets dat mij ligt. De shakes vind ik nog altijd tot op vandaag heel lekker. Daarom ga ik jullie ook helpen om jullie te coachen, te motiveren. En ook om jullie te helpen jullie doel te behalen. En bovenop hebben we ook wel de beste coaches, zoals Lisbeth, Sophie en Dominique, die jullie ook supergoed gaan helpen. Ik zou zeggen, geef het een kans en misschien is het ook wel echt iets voor jullie. Ja, dank u Rebecca. Je hebt echt een heel mooi resultaat al behaald. Zoals je kunt zien op de foto's, dat is echt fantastisch.
We hebben iemand op de meet normaal, Chelsea. Zei jij daar en wilde ook even je verhaal delen met ons? Ja, ik ben hier. Ik ben Chelsea. Ik heb in het verleden vooral heel veel gestukkeld met yo-yo-effect, depressies. Nooit de resultaten behaald die ik wou behalen eigenlijk. Het is ook gewoon heel moeilijk om te weten wat mogen eten, wat mogen niet eten, hoeveel mogen ervan eten. Maar toen heb ik Michael leren kennen, godzijdank. En die heeft mij ook voorgesteld aan het voedingssysteem. En ik gebruik dat nu ondertussen al een 7 maanden ongeveer, als ik me niet vergis. En ja, aan mijn foto zie je dat ook. De resultaten zijn er wel uiteindelijk. Dus het werkt. Waar ik heel dankbaar voor ben ook. Het is ook gewoon super gemakkelijk. Ik heb het ook vaak redelijk druk met mijn werk. Dus je hebt echt op 1, 2, 3 een volwaardige maaltijd of middagmaal. Wat dat voor mij ja, eigenlijk de beste oplossing is geweest ook gewoon. Ik heb ook 10 keer meer energie. Ik voel me supergoed in mijn vel. Ik heb geen yo-yo-effect niet meer. Geen depressies niet meer. Of toch tot hiertoe niet. dus voor mij heeft het ook echt wel gewoon alles veranderd. Het is ook mijn levensstijl geworden. Ik wil niets anders niet meer. Ook niet in de toekomst. Ook al heb ik mijn gewicht eigenlijk wel al behaald, ga ik ook de producten zeker blijven gebruiken. Omdat ik er zoveel energie van krijg. En dan wil ik jullie eigenlijk gewoon nog een hele goede raad geven. Luistert gewoon allemaal heel aandachtig. Het kan echt jullie leven echt wel veranderen, zoals dat bij mij heeft gedaan. En ja, veel succes en geniet ervan. Dank u wel, Chelsea. Dat zijn heel mooie woorden. Life-changing, dat was bij mij ook wel zo. Terug jezelf leren kennen. En inderdaad, zoals dat wordt gezegd, want het is echt makkelijk om dat vol te houden. Ik doe het nog altijd na een jaar en ik vind het nog altijd niet erg om 's morgens mijn shake te hebben, 's middags mijn shake. De resultaten blijven. Ik ben deze vakantie ook 2 maanden weg geweest, of bijna toch. Ik heb dat iets minder gedaan dan. En ik moet zeggen, er is niks veranderd aan mijn lichaam. Dus dat yo-yo-effect dat je bij andere systemen misschien wel hebt, dat is er nu niet. Dus om verder te gaan, onze Halloween Challenge. Ik zie het ongelooflijk zitten, gewoon ook al omdat het thema Halloween is. En ik ben echt wel een Halloween meisje. Dus wat gaan we doen? Ik ga even mijn speakbriefje gebruiken, want zo laat op de avond kan ik soms dingen vergeten. Dus dank u wel, Dominique, om dat te projecteren. We gaan van start op maandag 4 oktober tot en met zondag 31 oktober, wat dat perfect is, want zondag 31 oktober is Halloween. Iedereen dan na deze webinar zegt van ja, ik wil ervoor gaan, die gaat van ons een volledige bundel krijgen. In die bundel ga je een volledige maand inspiratie vinden aan gerechtjes. Daar gaan ook workouts in staan die op die moment, ja, we gaan dat wekelijks doen. Hè. Dus wie gaat dat geven? Wie gaat er online? Wie gaat er offline? Er is een boodschappenlijstje om het voor jullie eigenlijk makkelijk te maken. Zodanig dat je alles in huis hebt om de gerechtjes te maken. Natuurlijk ook als er dan nog vragen zijn over de gerechtjes, kun je altijd in de groep terecht, want je wordt in een WhatsApp-groep gestoken, waarbij dat iedereen gaat helpen, waarbij dat ik, Sophie en Dominique en de rest en Rebecca en zo zitten om jullie verder te helpen. Mensen die veggie, vegan zijn, er zijn sowieso al veggie-gerechtjes in de challenge, maar voor de gewone gerechtjes kunnen dat perfect vervangen door veggie of vegan. Dan de workouts. Op zondag gaan we sowieso, Sophie en ik, een bootcamp geven met misschien guest personal trainers. Sala die is er soms bij. Dat is dan al een keer hard gaan, maar dat geeft niet. We gaan ook een power dance erin steken voor de ladies onder ons op Ghostbusters. Om in thema te blijven. Als je niet kunt bij zijn live, dat is geen probleem. We gaan online ook wel dingen organiseren. Dus je bent helemaal vrij om daaraan deel te nemen. Maar natuurlijk, hoe meer beweging, hoe beter. De Halloween Challenge is zero cheat. Dat lijkt misschien moeilijk, maar het is echt wel haalbaar. Want bij de New Year's Challenge was het ook geen alcohol.
Voor of na nieuwjaar was dat. Dus net voor de dagen dat het eigenlijk wel weer opkwam. Dat is echt vol te houden. Geen snoepjes, geen koekjes. Je krijgt voldoende inspiratie qua snacks in de bundel. Dus je gaat even gewoon alles geven en je gaat echt waar de beste resultaten krijgen. Het is bij mij gebeurd, het is bij Rebecca gebeurd, het is bij Chelsea gebeurd. Chelsea min 34 kilo. Proficiat. Het is bij Sophie gebeurd, echt bij iedereen van ons die al aan zo'n challenge heeft meegedaan. Het is echt ongelooflijk. En dan, ja, de laatste zinnetje, een maandje is zo voorbij, nietwaar? En dan natuurlijk, had jij het vertellen, Dominique? Gemoogd jij, de eer is nog altijd aan u. Ik zal daarna wel even tussenkomen. De mensen gaan mij beuren omduren. Ja, dat is echt wel top, hè. Dus we gaan een Halloween party voorzien. Niet direct in dat weekend van 30-31, ietske later. Waarbij dat we eigenlijk allemaal gaan samenkomen, allemaal eentje gaan drinken, de resultaten gaan delen, de ervaring gaan delen en ook de ideale kansen om elkaar beter te leren kennen. En uiteindelijk, dat is ook wat dat u blijft motiveren, die nieuwe leuke mensen dat je gaat leren kennen. Zwaar, Dominique. En sorry. En in kostuum, liefst. Voilà. In kostuum. Goed. Super. Ik denk dat dan even aan mij is. Dus mensen, zoals jullie hebben gehoord, zijn we met een groot team. Gaan we er ook voor. En ga ik even een woordje uitleg geven over eigenlijk het voedingssysteem. Uiteraard, heel veel mensen zijn hier aanwezig voor het gewichtsverlies. Daar gaan we voor, maar ook voor de mensen die zeggen van ik ben op zoek naar meer energie en prestatie. Ook dat is zeker mogelijk. We zien er ook Gilles, een van onze topcoaches, die ook mee gaan ondersteunen. En uiteindelijk, heel belangrijk, het is niet gewoon een voedingssysteem. Het is echt ondersteuning, begeleiding, coaching, alles erop en eraan. Om ervoor te zorgen dat echt uw doelen bereikt worden. Wat is eigenlijk ons voedingssysteem? Dat is wel heel belangrijk dat je het weet. Ik ga er even op een rijtje voorstellen. Het heeft een triple-E-ranking in de healthy- en wellness-industrie. Dat is echt wel heel belangrijk om te weten. Naar gezondheid scoren wij echt heel hoog. Alles is gebaseerd op een organisch voedingssysteem. Geen toegevoegde suikers, geen bewaarmiddelen, gluten- en sojavrij. En we hebben natuurlijk ook nog een keer een volledige vegan lijn. Ondersteuning naar een zeer groot publiek, want dat is ook wel belangrijk. Diabetici, dames die zwanger zijn, mensen met hart- en vaatziektes, veganisten. Geen enkel probleem. Heb je echt een medisch probleem of zijn er zaken die je wilt bespreken? Laat ons dat wel eerst weten, zodat we met jou als keer kunnen overlopen. We beginnen sowieso met onze voeding. Wat is heel belangrijk, mensen? Je moet 3 maal per dag eten. 3 maal per dag eten, dat houdt in heel veel meal prep. Heel veel mensen kunnen dat niet volhouden. Dus een vast voedingsschema, alles op voorhand klaarmaken, constant alles afwegen en meten, is voor heel veel mensen niet haalbaar. Daarom gaan we 2 hoofdmaaltijden vervangen door onze maaltijden. Opgelet, het is geen proteïneshake, geen proteïndieet, geen keto- of crashdieet. Onze shake bevat alles wat een volwaardige maaltijd moet bevatten. Wat dat echt belangrijk is. Ja, onze shakes bevatten eiwitten, vetten en koolhydraten. Heel belangrijk om te weten dat de shakes ook met water worden gemaakt. En dat die boordevol vitamine en mineraal bevat. We hebben daar eigenlijk 3 verschillende smaken in. Aardbei, vanille en chocolade. Zo 1 shake vervangt de volledige maaltijd. Dus we gaan 's morgens en 's middags shaken en 's avonds gaan we een vaste maaltijd klaarmaken. Ja? Dus 2 hoofdmaaltijden voorzien wij. Uw 3e hoofdmaaltijd gaan wij u ondersteunen, want je krijgt uiteraard een volledig foodbook van ons. Daarnaast hebben we een golden liquid, een Ionic Supreme, die we dagelijks 2 maal per dag gaan drinken, samen met onze shake. Deze tonic gaan we gewoon in een glas water gieten, bevat adaptogenen die eigenlijk je hormoonlevel terug gaan balanceren en je stresshormoon cortisol gaan verlagen. Waardoor dat je vermoeidheid echt wel weggaat en dat je veel meer energie en metabolisme gaat gaan krijgen. Je cortisol gaan verlagen is echt wel belangrijk om ook je metabolisme en je vetverbranding te gaan stimuleren.
Wat hebben we erbij? We hebben sowieso nog een capsule die we 's morgens en 's middags doen, samen met onze shake en onze Ionix, de ThermoGX. Deze capsule bevat heel veel kruiden en een samenstelling van verschillende ingrediënten die nu metabolische leeftijd gaan verjongen, waardoor dat je vetverbranding gaat gestimuleerd worden. Geen opgejaagd gevoel, geen stimulaties, dus je gaat dan niet voelen dat je dat neemt, maar het zal wel jouw vetverbranding gaan aanwakkeren. 'S Avonds voordat we gaan slapen, gaan we een capsule nemen, Isamove, die jouw spijsvertering de optimalisatie gaat gaan geven. En het bevat ook een hoge dosering aan magnesium voor een betere spierherstel en ook jouw slaapkwaliteit gaat bevorderen. 1 dag in de week gaan we detoxen. Mensen die ooit al intermittent fasting gedaan hebben of een detox gedaan hebben, is een zeer leuk systeem. Het gaat jouw lichaam veel sterker maken. We gaan 1 dag in de week gaan vasten en dan gaan we een speciale tonic drinken, vol met kruiden en antioxidanten. En deze tonic gaat jouw lichaam cleansen. Wat wil dat zeggen? Dat jouw lichaam, de viscerale vetten worden daarbij afgebroken. Jouw lichaam gaat eigenlijk veel meer energie gaan creëren en je spijsvertering en darmstelsel komen tot rust. Dit zijn je grootste energiebronnen. De dag dat we gaan vasten, gaan jouw grootste energiebronnen tot rust komen en zal er heel veel energie vrijgemaakt worden in jouw lichaam. Je zal een celvernieuwing gaan creëren. En jouw lichaam gaat zich voorbereiden om een boost van energie en metabolisme te gaan creëren. Zelfs mensen die heel hard sporten, kunnen perfect detoxen en zeer goed presteren op hun sportdagen. Dus geen schrik hebben van het detoxsysteem. Het is iets dat je even gewoon moet worden, maar het is echt fantastisch wat dit met jouw lichaam gaat doen. Het gaat heel veel slechte afvalstoffen uit jouw lichaam doen verdwijnen en jouw organisch vet, het vet dat we eigenlijk niet zien, maar van binnen er wel is, echt wel gaan afbreken en verminderen. We doen dat 1 keer in de week en je kiest jouw detoxdag zelf. Wij raden aan om jouw detoxdag op jouw drukste dag te doen. Waarom? Je zal veel meer energie krijgen op die dag en jouw dag zal veel sneller voorbij gaan. Daarnaast ga je kroomkoekjes eten. Dat zijn ronde koekjes die je dagelijks gaat eten, maar zeker op jouw detoxdagen. Kroom gaat jouw insulinepieken doen dalen en je drang naar suiker en zoetigheden gaan afremmen. Kroom gaat echt je insulinepieken doen dalen en je bloedsuiker mooi onder controle gaan houden en zal er ook voor zorgen dat je vetverbranding en metabolisme echt weer gaat gaan boosten. Daarnaast hebben we ook nog tussendoortjes die je bij ons kan nemen, zoals chocolades, Isadelight. Heel lekker van smaak. We hebben die in pure fondant of in melkchocola met karamel en zeezout. Maar het bevat antioxidanten die nu stofwisseling gaan versnellen. Die eigenlijk je metabolisme nog een keer extra gaan boosten. En er zit ook room in die je drang naar suiker en zoetigheden weer gaan afremmen. We hebben ook chips in ons programma. Dat zijn proteïnechips. Die kan je als tussendoor eten. Bevat 100 kilocalorieën, wat echt niet veel is. En 10 grammen proteïnes. Die kan je eten als tussendoor of na het trainen. Of als je zegt, ja, 's avonds, ik zit voor tv, ik heb drang om iets zoet of zout te eten. Pak gerust een zakje chips. En je hoeft jezelf niet eens schuldig te voelen. Hoe gaan we te werk? Je gaat eigenlijk na deze presentatie de mogelijkheid hebben om te kunnen starten. Je ontvangt van ons echt alles. Een volledig voedingsplan. Een foodbook met allemaal lekkere en leuke gerechten om klaar te maken. Je krijgt coaching en begeleiding. Je zal volledige ondersteuning krijgen. En je krijgt ook een app die je kan downloaden, die jou zal helpen om jouw doelen nog beter te gaan bereiken. Ik hoor vaak mensen zeggen, ja, maar kan ik dan totaal niet meer cheaten of kan ik totaal niet meer naar de frituur gaan of op restaurant gaan? Jawel, dat mag wel. We kunnen 1 keer in de week
een keer zeggen van oké, laten we een keer frietjes eten, of we gaan een keer een macaroni eten, of we gaan een keer spaghetti eten. Natuurlijk, in het begin gaan we proberen om echt heel correct het voedingsplan te gaan volgen. En dat is eigenlijk onze bedoeling, dat we tijdens die Halloween challenge gaan proberen om echt niet te cheaten en om niet te zeuren. Maar als er echt eens een dag is dat je zegt van ja, maar ik moet gaan eten, of er is een moment dat je echt aan het voedingsplan niet kan houden en je last eens een cheat moment in, dan kan dat perfect wel een keer toegelaten worden. En zeker na een verloop van tijd, als je langer bezig bent dan enkel die Halloween challenge, is er echt ruimte om tijdens de week zeker een keer een beloning toe te staan. Als je zegt van ja, ik wil ermee starten, dan ga je via jouw contactpersoon laten weten van ja, kijk, ik wil ermee starten. En dan ga je één van de twee pakketten moeten kiezen. Je betaalt online en twee dagen later wordt eigenlijk jouw pakket thuis geleverd. Ja, naast het voedingsplan krijg je dan ook de IsaLive-app die je mag downloaden. En via die IsaLive-app ga je toegang krijgen tot de foodtracker. Dus je zal kunnen ingeven wat je eet. Die kan je ook koppelen aan jouw sportwatch. Dat je ziet hoeveel calorieën dat je dagelijks verbruikt. Je ziet dan ook hoeveel calorieën dat je dagelijks eet. En zo kan je een veel betere balans gaan houden. En dat je een beter zicht hebt van ja, wat eet ik nu eigenlijk allemaal. Ik wil jullie toch graag een keer even voorstellen aan vier van onze, ja, laten we zeggen, onze griezelige coaches natuurlijk, die er ook op aanwezig zijn. En ik wil ook graag een topkoppel even aan het woord laten. Broes en Claudia, zijn jullie er? Wij zijn er. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Alles goed? Met ons wel goed, mensen. Kijk hoe dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Wij zijn dus Broes en Claudio, zoals Dominique zegt. Wij zijn nu een goed jaar bezig met Isagenics. En wij gaan jullie mee ondersteunen tijdens deze challenge. Wij gaan een paar keer met jullie samen zweten. Samen een workout doen. Ik ga sowieso met jullie een full body workout doen. En ik wil met jullie een BBB doen. Ja, dus we gaan samen zweten. We gaan samen door die challenge. Maar geloof mij mensen, dat is niks. Isagenics, ons leven is totaal veranderd. Ik zelf kom van 160 kilo. Ja, dus het is heel makkelijk vol te houden. Ik weet hoe dat je dikwijls gaat voelen. En we gaan er allemaal samen staan voor jullie. Ja, dus we gaan er samen voor. En we gaan samen die 4 weken, dat is peanuts. We gaan knallen. En we gaan ervoor gaan. Dus mensen die nog zouden twijfelen, niet doen. Gewoon ervoor gaan en mee losgaan. Succes. Tof. En Broes en Claudia, ik hoop dat jullie daar echt zien zitten om nog een keer live te koken ook in de Facebookgroep, want het is altijd superleuk om jullie bezig te houden. Dat kunnen we doen. Fantastisch. Kom in orde. Dikke merci. Daarnaast hebben we ook Salah, Gilles en Céline. Salah, die gaan we zo dadelijk ook even aan het woord laten. 1 brok energie, die komt ook van heel ver, dus het is echt een levend voorbeeld. Gilles is iemand die heel hard bezig is met sport. Heb je een vraag, wil je sportbegeleiding? Heb je echt expliciete zaken die je wilt bereiken binnen het categorie sport? Kan je zeker ook bij Gilles terecht. Céline is ook iemand die heel hard bezig is met sport. Ook boxcoaches. Dus voor alle dames die zeggen van ik wil hier echt wel tijd mezelf aan. Contacteer ook Céline. Zij zal ook leuke workouts kunnen aanbieden die jullie perfect kunnen volgen. Daarnaast hebben wij natuurlijk tal van resultaten al getoond. Dus in het begin van de sessie zijn er 2 dames aan bod gekomen die toch wel de resultaten even gedeeld hebben. Maar ik wil toch even ook Salah erbij halen. Dus ik hoop dat Salah ook aanwezig is. Salah, ben je er? Yes. Voilà, hier zijn we. Merci Dominique, mijn naam is Salah. Mijn verhaal is eigenlijk 2 jaar geleden eigenlijk volledig veranderd door Dominique. Dus dank u wel, Dominique. Je hebt veel keer mijn deur platgelopen. Ik heb veel keer nee gezegd, maar toch de aanhouder wint. En kijk, dank u wel voor die 30 kilo van mijn lijf af te krijgen met systeem. Ik vind het een fantastisch systeem. Het is een super gemakkelijk systeem. En het heeft mij natuurlijk ook leren koken. Hè, mensen, zie je? Dus ik heb net gedaan met koken en ik ga ook voor jullie ook live gaan om live te koken met heel veel groentjes, met lekkere pasta.
En lekkere vis die al in mijn buikje zit. Dus kijk mensen, dat zit erop voor mij. En merci voor mij voor te stellen, Dominique. En we gaan ervoor, hè. Sowieso. Ja. Merci. Zoals Salah zei, ik heb gezegd 20 kilo, maar het is eigenlijk 30 kilo. Dus mensen, echt, Salah is iemand die heel druk bezig is, die al zijn leven sport. En die zei tegen mij, Dominique, dat werkt bij mij niet. Ik sport al zoveel, dat gaat er allemaal niet afraken. Ik ben gelijk hoe dat ik ben, ik moet daar maar leren mee leven. Maar, zoals Salah zegt, de aanhouder wint. Hij heeft mij toch een kans gegeven en... We zijn hier, min 30 kilo. Een jaar later, Salah staat er nog altijd, min 30 kilo. Dus het is niet even snel een paar kilo's verliezen en erachter alles weer bij komen. Dat willen we niet. We doen het op een rustig tempo. Je zal jouw doel bereiken en we gaan jouw doel ook vasthouden. Een groot voorbeeld van Marlies, die nu niet aanwezig is, maar die we leren kennen hebben in Griekenland. Marlies at ook niet veel. Wij zagen haar elke dag. Wij zagen exact wat zij at en drank. En ze was zeker niet ongezond bezig. Maar niks werkte, niks. Alles wat ze probeert had, werkte niet. Zegt ze, Dominique, ik ben gewoon zo. Het gaat niet lukken. Wat ik ook doe, het lukt niet. Ik eet niet ongezond, ik eet niet te veel. Ze heeft ons toch ook een kans gegeven. En kijk, we zijn min 16 kilo en heel veel centimeters minder. Dus mensen... Hoe gaan we starten? Dat is belangrijk om te weten. Je hebt de keuze tussen twee pakketten. Ja, dat is eigenlijk belangrijk. We gaan een volledig programma aanbieden. Je gaat een volledig programma nodig hebben om te kunnen starten. Wat hebben we nodig? Minstens een basispakket. Wat staat er op die basispakket? 2 maal shaken per dag. Elke dag je Golden Liquid, de Ionic Supreme... die je hormoon gaat balanceren en je stresshormoon gaat verlagen, meer energie gaat krijgen. Jouw thermocapsule, die jouw vetverbranding gaat stimuleren. Jouw wekelijkse detox. Jouw capsules voor het slapen gaan. Jouw kroomkoekjes voor jouw drang naar suiker en zoetigheden te onderdrukken. Dat is eigenlijk het basispakket. Bovendien krijg je er nog een leuke shaker bij. Stel dat je zegt van ik wil het beste pakket, de beste kwaliteit. Dan gaan we voor een premium pakket. Wat kost een premium pakket? €11,60 per dag. Spreken we over €340 voor een volledige maand. Wat krijg je daar extra bij? Hetzelfde van een basispakket, maar chips, chocolade en e-shot. Iedereen die mij kent weet dat ik verlekkerd ben op e-shot. Dat zijn korte e-shotjes, bom, flesjes die je in één keer uitdrinkt en nu 2-3 uren superveel energie en concentratie geven. Alles op basis van Oosterse kruiden en yerba mate. Echt mijn favoriet product eigenlijk uit het systeem. Dus je kan hier kiezen tussen een pakket van €8,70 per dag of een pakket van €11,60 per dag. Weet, €8,70 mensen per dag is niks. Als je naar een tankstation gaat, een beleid broodje gaat halen en een Red Bull of een Monster koopt, dan ben je al €5-6 kwijt. Hier betaal je €8,70 voor 2 volwaardige maaltijden, het volledige pakket en al die coaching die onbetaalbaar zijn. Dat is echt belangrijk. We gaan ons doel bereiken en dit is onbetaalbaar. Eten moet je toch elke dag sowieso opnieuw. Ja? Dus je kiest uit een van die 2 pakketten, daarmee gaan we aan de slag. Ja? Nu, een heel belangrijke vraag. Ga je alleen starten of ga je samen met jouw vrienden, familie of collega's starten? Als jij zegt van ik wil dit niet alleen doen, want ik wil mijn vrienden erbij betrekken, want samen zijn we veel sterker dan alleen. Dan kan je een leuke cashback krijgen tot €208. Dus afhankelijk van hoeveel vrienden dan er van jou opstarten, met welk pakket als opstarten, krijg je een leuke cashback die oploopt tot €208. Jouw pakket is gedeeltelijk terugbetaald. Nu, graag luisteren wij naar jouw vragen. Zijn er vragen van jullie uit? Zijn er mensen die toch een vraag hebben en zich durven unmuten? Of via de chat iets kunnen laten weten? Al de mensen die zeggen ik ben er klaar voor, laten 1 achter in de chat. De mensen die zeggen ik twijfel nog, ik weet niet of ik het zie zitten, ik twijfel nog, laten 2 achter in de chat. Belangrijk is, durven jullie met ons de uitdaging aangaan. En dat is superbelangrijk. Jullie gaan jullie doel bereiken, wij laten jullie niet los.
zoals Broes en Salah pitbulls zijn, zijn wij allemaal samen de pitbull die jullie niet gaan loslaten. Wij gaan ervoor zorgen dat uw doel samen met ons bereikt. Niemand gaat opgeven. Iedereen gaat de eindmeet behalen. Eén iemand, een twee. Oké. Leen. Leen, ik zie dat je nog twijfelt, dat je een twee stuurt. Als je wilt te muten, laat het zeker weten waarom je twijfelt. Of neem gerust met ons even contact op waarom je echt nog twijfelt. Ja? Ik ben ervan overtuigd dat wij jouw twijfels kunnen wegnemen. Na 2,5 jaar zitten wij meer dan met 5700 klanten die we al geholpen hebben met Hanzo's team. Fantastische resultaten. We werken samen met apothekers, met dokters, met diëtistes, met topcoaches. Zelf Club Brugge werkt samen met ons. Ook al is niet iedereen grote fan van Club Brugge. Maar zelf Club Brugge, die topspelers hebben, die werken samen met ons. Het concept is heel sterk en bovendien supergezond. En het zal u helpen om uw doel te bereiken zonder die crash en die yo-yo-effecten te ondervinden. Dus Leen, ik ken jou persoonlijk niet, maar ik zal zeker vragen aan een van jouw contactpersonen om even met jou alles te overlopen en te luisteren wat de reden zou zijn waarom je nog zou twijfelen. Voor de rest iedereen. Iedereen doet voor de rest mee. Dus dan zie ik hier meer dan 30 personen sowieso starten aan de challenge. Volgende week hebben we nog een webinar, dus er zullen sowieso nog heel wat mensen bij komen. Wat hebben wij nodig, of wat heb je nodig om te kunnen starten? Je laat aan de contactpersoon weten met welk pakket je wil starten. Zij hebben jouw informatie nodig en dan kunnen zij voor jou eigenlijk het pakket gaan samenstellen en kunnen wij aan de slag gaan. Dus mensen, ik bedank jullie voor jullie aanwezigheid. Ik wil graag nog afsluiten door Lisbeth nog even aan het woord te laten. Dank u wel, Dominique. Als je al nog een beetje twijfelt, dat is normaal. Ik denk dat iedereen van ons in het begin wel getwijfeld heeft. Maar het is echt, je kunt eigenlijk bijna niet omschrijven wat dat kan doen met u, met uw mental health, met uw fysieke health. Het is ongelooflijk. Dus, en zeker nu met de Halloween Challenge. Ik zou zeggen, we gaan er allemaal voor, we gaan er iets leuks van maken. We zijn er allemaal voor elkaar, dus ik zie het ongelooflijk neig zitten en ik denk Dominique, Sophie, jullie ook. En ja, let's do this, hè? Voilà. Yes. Super. Yes. Ik bedank iedereen die even zijn woordje gedaan heeft. Echt een dikke, dikke merci dat jullie meeholpen hebben. Echt bedankt. Ik wens jullie nog een fijne en leuke avond toe. En Leen, wij laten u niet los. We gaan met jou alles overlopen en sowieso gaan we ervoor. Niet twijfelen, je bent... Kom aan, Leen! Nee, niet twijfelen. Leen. Okay. En ze, ciao, ciao. Bedankt. Bye. En tot later.